الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي هدانا فيه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، آمين يا رب العالمين. كيف بدي فتاوت بروفي محمد صلى الله عليه وسلم ديرت يا نظر اوف هزيت مكه انا تو زهم بروفير دت فور مورد الله عز وجل هاد كوماندو هاد خيف ان النبي صلى الله عليه وسلم قمت امي خريره سام مت ابو بكر رضي الله عنه انا سن هيلي تكتيك هاد بدخت ان نار داغن لان اوم ريزه اونلانجس دات علي بن ابي طالب لاتر واس فتروكن دان هن كوم هاي زيلفس ايردر ان فانويغه alle veiligheidsvoorwaarden van de profeet صلى الله عليه وسلم en zijn voorzorgsmaatregelen was hij dan eindelijk aangekomen in Quba. Quba is de plaats, is eigenlijk een soort van een dorp in de stad Medina. Medina heeft allemaal van die kleine verzamelplaatsjes, van die kleine wijken. En de wijk die vooral groot is aan het begin van Medina heet Quba. Daar staat ook een prachtige moskee. En wisten jullie dat Allah subhanahu wa ta'ala de moslims in die moskee heeft gezegend? En zelfs heeft gezegd dat zij ervan houden om zichzelf te reinigen. Toen de sahaba dit hoorden, vroegen ze zich af, maar wat doen de mensen in de Masjid Quba? Wat zo bijzonder is, dat wanneer wij dat ook doen, wij ook horen bij deze mensen. Wanneer ze naar de wc gaan, akramukumullah, hasherillah, wanneer ze naar de wc gaan, dan wassen zij zichzelf met water. Ontzettend veel moslims denken dat dit verplicht is. Nee, het is niet verplicht. Echter, het is een compliment als je het doet. Als je dit doet, heeft Allah subhanahu wa ta'ala gezegd in de Koran, dit zijn mensen die ervan houden, die zichzelf extra goed reinigen. En onze dien is een dien van schoon zijn, is een dien van fris willen eruit zien, is een dien van lekker willen ruiken, daarom heb ik heerlijke route op momenteel. Wallah, echt genieten, en dat is al-Islam. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam kwam aan, net op het tijdstip van Salat al-Jum'ah. En moet je eens voorstellen, onze Jum'ah's duren hier, als ik jullie een khutbah geef, max 13 minuten, 15 minuten. Yes? Andere moskeeën 45 minuten, 50 minuten, sommigen een uur, sommigen een half uur. Hoe lang denken jullie dat de khutbah van de profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam niet heeft geduurd? Heel veel mensen zouden dit echt heel gek vinden als ze dit voor de eerste keer horen. Echter, het duurde maar zo'n 3 minuutjes. Die khutbah duurde maar 3 minuutjes. Hij prees Allah subhanahu wa ta'ala met de khutbah til haja. Hij zei, inna alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa natubu ilay. De hele khutbah til haja. En daarna vertelde hij de mensen. Hij zei tegen hen, geef sadaqa. Geef sadaqa. En toen zei hij dat welbekende zinnetje, dat in een hadith helemaal viraal is gegaan over de wereld, met bevrijd jezelf van jahannam, al is het maar met een klein stukje van een dadel. Al is het alleen maar de pit of een stuk van de pit, geef dat in sadaqa fi sabilillah. Bevrijd jezelf. En hij zei tegen de mensen, gedenk de dood. Gedenk de dood. En zo sprak hij de sahaba en de sahabiyat aan. En deze khutbah voor hen was zo duidelijk. Barakallahu. Het was zo duidelijk dat iedereen precies de boodschap binnen kon laten komen. En toen hij binnenkwam, ging hij zitten sallallahu alaihi wasallam. En hij zat weer. En hij stond weer. En toen zei hij, prijs Allah subhanahu wa ta'ala, hij zei, degene die islam heeft geaccepteerd en die jahiliya achter zich laat, is uitgekozen door Allah subhanahu wa ta'ala. En toen vertelde hij de sahaba dat het ontzettend belangrijk is om van Allah te houden. Wallahi, prachtig. Hou van Allah azza wa jal. Hou van Allah azza wa jal met heel je hart. Hij zei het heel duidelijk. Met heel je hart. Wij hebben een religie, beste mensen, die wij volledig accepteren. En de sahaba en de sahabiyat, die nu pas eindelijk een profeet ontmoeten. Die man in wie ze hebben geloofd. Die ze hiervoor niet hadden gezien. Die van ze hoopte dat hij bij hen terecht kwam. Heeft hen gezegend met zijn aanwezigheid. En de profeet sallallahu alaihi wasallam werd gehost door een man. Genaamd Abu Ayyub al-Ansari. Abu Ayyub al-Ansari radiyallahu anh. Samen met zijn familie. Abu Ayyub had een huis met 2 verdiepingen. Hij zelf woonde op de bovenste verdieping. Maar hij wilde niet op die bovenste verdieping blijven, want hij had zoiets van, ik kan toch niet slapen boven de profeet sallallahu alaihi wasallam, terwijl hij belangrijker dan mij is. Kijk de fiqh van de sahaba. Kijk hoe ze hielden van de nabi sallallahu alaihi wasallam. Dus Abu Ayyub liet de profeet sallallahu alaihi wasallam daar slapen, maar de nabi sallallahu alaihi wasallam gaf aan, bij mij komen er heel veel mensen op bezoek en ik wil je niet storen dat het bezoek de hele tijd de trap op, trap af, trap op, trap af. De profeet sallallahu alaihi wasallam voelt zich te gast. Maar Abu Ayyub al-Ansari, wist je dat hij verre familie is van de profeet sallallahu alaihi wasallam? Terwijl de profeet sallallahu alaihi wasallam nooit had gedacht te gaan wonen in Medina.
Allah subhanahu wa ta'ala had er al voor gezorgd dat zijn opa Abdul Muttalib verliefd werd op een vrouw uit Medina en trouwde met haar. Subhanallah, dat toen al, voor de geboorte van de profeet sallallahu alaihi wasallam, had Allah al een oplossing voor hem bedacht. Wanneer je uit Mekka wordt geschopt, kan je bij je familie terecht in Medina. En daar heeft de Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 jaar doorgebracht. De da'wa van al-Islam is sterk en duidelijk. De regels om hijra te doen voor de sahaba die nog waren in Mekka, werd steeds heftiger en heftiger. Surat Ahzab werd geopenbaard, Surat Nisa werd geopenbaard. Ayat naar ayat naar ayat. Doe hijra omwille van Allah azza wa jal. En zorg ervoor dat je nergens onveilig leeft, waar je onderdrukt wordt in je aanbiddingen. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. Een vers die eigenlijk de hele situatie samenvat. Zeg o Mohammed, en ook wij allemaal, dat al jouw gebeden zijn voor Allah. Alle goede dingen die je daar doet, alle andere aanbiddingen, het slachten, vasten, allemaal is voor Allah azza wa jal. Jouw leven, je hele leven, waar je heen gaat, wat je doet, wat je kijkt, wat je zegt, met wie je omgaat, met wie je niet, van wie je wel houdt, van wie je niet houdt. Allemaal is het lillah. En ook jouw dood. Zelfs jouw dood willen geven omwille van Allah azza wa jal. La sharika la. Doe nooit shirk. Degene die shirk doet, geliefde broeders en zusters, doet de grootste dolm op zijn eigen nefs. Stel je nou eens voor dat je zelf kinderen hebt en jouw kinderen gaan zeggen dat jij niet hun vader bent of niet hun moeder bent, terwijl jij hen al die jaren hebt verzorgd. Dat is wat je doet bij Allah, maar dan erger. Zo ongelooflijk veel erger. Dus kreeg de profeet sallallahu alaihi wasallam duidelijk de boodschap. Zelfs hij sallallahu alaihi wasallam. La sharika la. Doe geen shirk. Wa bidalika umirtu ana awwalul muslimin. En zeg tegen iedereen dat jij de eerste van de moslims bent. Als je mensen vraagt wat betekent islam, dan zeggen ze vrede. Ja, kan. Salama, prima dat je dat zegt. Islam heeft te maken met istislam. Jezelf onderwerpen. Jij en ik. Ik ga het op de mooiste en eervolste manier zeggen. Zijn mieren. Die maar goed zijn in één ding. Allah vragen. En alhamdulillah mogen we hem vragen voor alles wat we willen. Vrees je de Heer Allah azza wa jal. Hou van de profeet sallallahu alaihi wasallam zoals Abu Ayyub ervan hield. Om zijn huis beschikbaar te stellen. En de sahaba besloten de moskee van de profeet sallallahu alaihi wasallam te gaan bouwen. Op de plaats waar zijn kameel stil stond. En ze begonnen meteen aan de bak te gaan. En die moskee van de profeet sallallahu alaihi wasallam, daar gaan we morgen inshallah ta'ala over hebben. Want hij was heel simpel, duidelijk en had een functie. En die functie gaan we uitleggen. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. Dan nog twee hele korte dingetjes.